Dag lieve kijkers en welkom bij de eerste aflevering van De Straat Op. Het nieuwe programma op RTV Utrecht dat bestaat omdat de gemeente Utrecht vindt dat er te weinig straatnieuwsverkopers zijn. Wij zoeken goed functionerende leden van de samenleving en transformeren hen in echte vagebonden, landlopers en zwervers. Vandaag helpen we Olivier. Olivier is een ICT'er bij een middelgroot bedrijf en is vandaag door zijn vrienden opgegeven. Laten we een kijkje gaan nemen. Nou Olivier, vertel eens iets over jezelf. Nou ja, ik ben Olivier, ik ben 25 jaar jong. Ik werk bij een ICT-bedrijf. Ik ben ook een heel groot bedrijf, ongeveer. Op het liefdesleven, best single, maar dat valt ook wel goed hoor. Nou, geniet ervan zolang het nog kan, want als wij met je klaar zijn, dan piep je wel wat anders. Ik ben benieuwd, ik hou wel van de uitdaging. Mooi. Nou, wij zullen jou in één dag alle basics van het zwerversbestaan bijbrengen. Om te beginnen met je naam. Dat is met een Olivier. Helemaal niks. En dat is een probleem. Bekende zwervers hebben namen als UFO-piloot, Chuck, Nan, Stockholm, Zwiebertje. En dan kan je niet aankomen zetten met Olivier natuurlijk, hè? Nee, jij bent meer een... Sean. Sean? Ja, Sean. Ja, een Sean. Nou, mooi. Wat drink jij zoal? Ik hou van een Chardonnay op zijn tijd. Lekker naast de... Dat is de maaltijd. Oké, ja, dat is dus compleet fout. Dit is een van de belangrijkste elementen van het zwerversbestaan. Drank. Vanaf nu drink jij bier. Alleen maar bier. Je hebt geen water meer nodig, jij drinkt bier. Want jij krijgt 10 euro, jij haalt een biertje. Jij krijgt 1 euro, jij haalt een biertje. Jij krijgt geen 1 ruk, jij haalt alsnog een biertje. Mensen gaan jouw bierlucht van een kilometer afstand kunnen ruiken. Begrijp je mij, John? Ja. Er staat dus overduidelijk nog een hoop werk te wachten, maar niets is onmogelijk. Kom maar mee, John. Dan gaat ons team specialisten jou in een vies mens veranderen. Nou, ik ben benieuwd. Spannend. Nou, dag mensen. Dit is Bo, onze haarspecialist. Zeg Bo, je hebt John gezien. Wat kan je voor hem betekenen vandaag? Nou, helemaal niets. Helemaal niets. Gewoon net een groeidiappel. Het moet toch een zwerver worden, toch? Juist. Geen probleem, dan gaan we gewoon door naar onze volgende specialist. John, kleine aanpassing van het programma. We gaan gewoon door naar de volgende specialist. We slaan de haarspecialist over. Oké. We gaan nu naar de mondhygiënist. Die gaat jouw gebit helemaal veranderen in een... Oh, kut. John, ik ga heel eventjes iemand even bellen. Duurt een seconde. Nee, is goed. Waarom heb je al deze mensen ingehuurd? Serieus. Hoe bedoel je, dit is toch extreme makeover? We maken een zwerver van hem. Ja. Nee, maar... Oké, prima, juist. Sean, dat is nog een verandering van het programma. Ik ga jou een stel regels meegeven waaraan jij je gaat houden. We pakken je mobiel, portemonnee en sleutels aan. Wij gooien jou op straat. En dan over een maand gaan we kijken wat er jou gekomen is en of jij een mooie zwerver bent geworden. Ook geven we jou wat lelijke kleren mee, die jij bijvoorbeeld houdt en vies nog maken. Denk je dat je hier wel mee kan komen? Nou, ik denk wel, toch? Ja. Ik kan wel van uitdagingen. Ja, mooi. Echt goed lukken. Fantastisch, John. Nou, tot volgende maand. Tot volgende maand. Okay.
Hallo, we zijn nu weer terug bij John in het opvangtehuis. Het is inmiddels een maand geleden dat we hem op straat hebben gegooid. Laten we even kijken wat er van hem is gekomen. John, hoe gaat het met je? Ik zie dat je nu een hele mooie baard hebt. Ja, het gaat fantastisch. Het is een hele nieuwe ervaring op straat. Hoor. Ja, je begint die kleine dingetjes ga je meer waarderen. Het is niet meer het grote geheel. Het gaat niet klein. Laatst vond ik een euro op straat. Een euro. Ah, is mooi. Is mooi. Maak het je hele dag goed. Ja, die baard. Die baard, chill. Die is zo chill. Ik schoor hem altijd weg, maar hij is wel handig. Soms blijft hij een beetje eten en zit. Eten zit. Volgens mij zit hij nog wat van gisteren. Ah, hij is lekker. Daar kan je van genieten. Pindakaas, dat is lekker. Ik ben enorm trots op je, John. Dank je. Heb jij nog een biertje voor mij? John, oude rakker. Tuurlijk niet. Maar, ik denk wel dat jij klaar bent om toch echt een straatnieuwsverkoper te worden nu. Dus ik heb hier voor jou een krantje. Dus zoek een supermarkt uit en ga die krant even verkopen. Oké. Mooi. Zo beëindigen wij de laatste en eerste aflevering van De Straat Op. Want het programma is helaas geannuleerd. Wie weet zit u John nog op straat lopen binnenkort? Ik hoop voor u van niet. Hij stinkt enorm namelijk. Prettige dag nog.